De politieke partij Balans maakt zich zorgen over jeugdzorg in Bokstel en Ludo Ansums wil bijdragen aan een leefbare toekomst. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel welkom Gerlof Raubos. We hebben afgesproken dat we mogen, of dat we gaan tutoyeren. Ja, graag. Ja, precies. Fractievoorzitter van Balans. Klopt. En naast jou Ludo Ansums van... Beter Anders onder andere. Ja. Een spannende naam waar volgens mij heel veel moois achter zit. Dat is wel de bedoeling in ieder geval, ja. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Het gaat in ieder geval over de wens voor een leefbare toekomst. Ja. Nou, wie wil dat niet? Ik hoop iedereen dat hij het wel wil. Ja. 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 Een klein onderdeel daarvan en toch voor heel veel ouders en jongeren heel belangrijk is jeugdzorg in Bokstel. Als ik het goed heb, was er 15 april een raadsvergadering waarin de beleidsplannen, om het even heel simpel te verwoorden, goedgekeurd moesten worden eigenlijk, hè, besproken werden. Balans onder andere, er waren nog meer partijen, maakten zich zorgen over de plannen zoals ze nu in dat beleidsplan liggen. Hoe komt dat? Ja, nou, we maken ons niet zozeer zorgen over wat er in de plannen staat, maar meer over hoe de uitvoering is. Ah, okay. Want om het even te schetsen, de landelijke overheid heeft op een gegeven moment natuurlijk gezegd, het moet terug naar de gemeente. In 2015, precies. Hè? Ja. Dat gaf heel veel ellende, want gemeenten waren er helemaal niet op voorbereid, kregen ook nog minder geld daarvoor. Ja. En toen heeft op een gegeven moment het kabinet weer gezegd, het moet in regionaal verband gebeuren. Dus we hebben nu een regio en het regionale beleidsplan, dus de ideeën over wat gaan we in de regio doen, dat hebben we goedgekeurd. En vervolgens is het nu aan het college en de ambtenaren om dat natuurlijk lokaal vorm te geven. Ja. En als we dan kijken naar de afgelopen jaren, dan is het natuurlijk, zijn we van heel ver gekomen, want er gingen heel veel dingen mis. Mm-hmm. En er is best veel verbeterd, maar in de uitvoering kunnen een aantal dingen ook gewoon nog wel beter. En daar maken we ons zorgen over. Oké, dan ga ik heel even terug naar 2015. Het ging van de overheid naar de gemeentes. Nou, dat is natuurlijk een schok eerste klas. Ja. Het gaat om heel veel mensen. Het gaat om specialistische dingen. Het gaat om geld. Ja. Dan zijn we nu 9 jaar verder. En wanneer is dat regionale ingezet? Oh, we zijn al een aantal jaren bezig regionaal, dus dat is niet iets nieuws. Alleen je ziet ook dat dat natuurlijk weer wennen is. En hoe ga je dat dan organiseren? En het lastige is natuurlijk dat de jeugdzorg gewoon heel complex is. Want je kan verwijzingen krijgen vanuit de gemeente, vanuit de wijkteams, vanuit de huisartsen, vanuit de, dat heet dan gecertificeerde instellingen, dus de jeugdzorginstellingen. Mm-hmm. Er zijn allerlei partijen die door kunnen verwijzen en dan moet je ergens naartoe. En waar moet je dan weer naartoe? Ja, en wachtlijsten. Wachtlijsten. Nou, gelukkig heeft Bokstel gezegd, je kan ondersteuning krijgen bij het hele traject. Dus je kan gebruik maken van coördinatoren die je daarbij helpen. De stichting Mee voert dat uit in Bokstel, dus dan kan je gewoon melden dat je zegt, help, ik wil geholpen worden, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken, ik weet niet welke formulieren, welke weg, dan kan je daar gebruik van maken. Ja, oké, helder. Om even duidelijk ook uit te leggen voor de mensen thuis, onder jeugdzorg, daar valt natuurlijk een heleboel, want het is een verzamelnaam. Het is jeugdhulp, jeugdbescherming. En jeugdreclassering had ik gelezen. Ja, ben ik dan compleet? Klopt. Ja. Maar wij noemen het allemaal wel gewoon even jeugdzorg. Ja. Omdat dat de hele lading dekt. En het wordt iets te ingewikkeld om nou aan te geven, dit is dan jeugdhulp, dit is reclassering, et cetera. Ik noem het gewoon even allemaal jeugdzorg. Is bekend om aantallen van onze bevolking in Bokstel over, praten we dan over hoeveel? Ja, ik ben niet goed voorbereid op de aantallen, zal ik eerlijk zeggen. Maar er is wel een enquête geweest onder de mensen die gebruik maken van jeugdzorg. En er zijn ongeveer 300 mensen geënquêteerd. Dus je kan ongeveer aannemen dat het 300 jeugdigen in Bokstel zijn die onder de jeugdzorg vallen. En vallen daar ook onder bijvoorbeeld mensen die medische zorg nodig hebben? Medische hulpmiddelen of is dat weer een heel ander? Medische hulpmiddelen valt er niet onder. En misschien ook even om dat duidelijk te maken, de La Salle valt daar ook niet onder. Ja, want dat was inderdaad een vraag van mij. Vroeger was dat wel. Ja, vroeger was het zo. En dat drukte op de zorgkosten. Ja, zeker. Vroeger was het zo als mensen vanuit, ik noem maar even een willekeurig woord, Amsterdam bij de La Salle geplaatst werden. Ja.
Dan werden ze inwoner van Bokstel en hoefde de gemeente Bokstel alle zorgkosten betalen. Ja, en dat is... 2 jaar geleden is er een wet aangenomen waarin er gezegd is, er moet gekeken worden naar het woonplaatsbeginsel. Dus dat betekent iemand uit Amsterdam wordt geplaatst op de LaSalle en de LaSalle stuurt de factuur naar de gemeente Amsterdam. Dus dat drukt niet meer op de begroting van Bokstel. Aha, dat is goed geregeld, want er zijn natuurlijk ook... Want daar wonen nogal wat jongeren. Ja, en Bokstel had echt last van de geldkwestie. Ja, dat klopt. Wat dat logisch klopt. Er kwam is, altijd geld tekort. Ja. Ja. Ik spring heel even naar Ludo. Als je hoort over de jeugd, de zorgen. Hoe zie jij dit? Bijvoorbeeld jeugdzorgproblematiek. Het is even iets heel anders dan waar we jou voor hebben uitgenodigd. Maar heb je daar een... Even een sprong, maar... Nou ja, God, weet je, ik ben opgegroeid in Bokstel van mijn 9 tot mijn 20 en mijn ouders wonen er nog steeds. Dus LaSalle, die herkennen, sterker nog, ben er vandaag nog langs gelopen. Maar dat vind ik het hele lastig, omdat mijn kennis hier niet echt ligt. En in hele algemene termen kan ik zeggen, ik vind het belangrijk dat we dat goed regelen. Ik geloof wel, net zo goed, waar we straks waarschijnlijk over, waar ik mee bezig ben, is wat verder in de toekomst. Maar het begint met een goede basis leggen. En ik weet wel, uit meerdere praktijkervaringen, zeg maar, dat als je nu in de basis, als kinderen die opvoeden, als je tekort schiet in de zorg, dat ga je naderhand in veelvoud terug moeten betalen. Niet alleen van die kinderen, maar ook de kinderen van die kinderen die er weer... waar het een soort van doorgegeven wordt, hè, de ellende. Dus dat het goed geregeld moet worden, daar ben ik het wel mee eens. Zeg. Mooi. Als milieu... Ja, precies. ik heb de raadsvergadering van die 15 april teruggekeken. Er werden door meerdere partijen mogen dan vragen stellen, inspreken. En toen zei de verantwoordelijk wethouder, en dat is Desiree van Laarhoven... ik doe het even in mijn eigen woorden. Er kwamen nu allerlei vragen, terwijl daarvoor was er een, hoe noemen we dat? Ingesprekavond. Een gesprekavond. En toen zei zij, en toen heb ik geen enkele vraag gekregen. Als buitenstaander schrok ik daarvan. Ja. Hoe kan dat? Nou, wat er dus gebeurt is altijd voorafgaand aan de raadsvergadering, meestal 2 weken van tevoren, is er een ingesprekavond. Ja. Dan kunnen inwoners van Bokstel ook gewoon komen. Ja. Dat is iets laagdrempeliger, minder officieel. En daar kan je dus in eerste instantie ook vragen stellen aan ambtenaren van, ik begrijp dit niet in een stuk, ik begrijp dat niet. En hoe komen die cijfers tot stand? Echt technische vragen. Mm. En je kan ook de wethouder bevragen op politieke vragen. Ja. Maar wat er dus gebeurd is tussen die ene week en die andere week, dus de ene week was in gesprek aan, de andere week de raadsvergadering. Oh, dat was nog maar een week. Dat was, in dit geval was maar een week, maar had te maken met meireces. Vakantie zeg ik dan maar even. Oh. Dus er zat maar een week tussen, maar in die week zijn er in ieder geval ouders geweest die zich bij ons gemeld hebben, bij Balans, die zich bij SP gemeld hebben en bij PvdA GroenLinks. In die week? In die week, en die gezegd hebben, ja leuk dat dit nu gebeurt, maar weet wel dat dit niet goed gaat, dat niet goed gaat, dat niet goed gaat, et cetera. Dus daarom hadden we heel veel vragen op dat moment. En dan wil ik meteen even het beeld rechtzetten van het gaat niet goed met de jeugdzorg, want dat beeld ontstond misschien in de raadsvergadering. Het is natuurlijk heel lastig, want mensen die vinden dat hun zoon of dochter recht heeft op bepaalde zorg en dat niet krijgt, die ouders zijn natuurlijk teleurgesteld. En dan is natuurlijk de vraag, is dat dan terecht dat ze teleurgesteld zijn of is dat niet terecht dat ze teleurgesteld zijn? Maar ze hebben wel een gevoel van onbehagen, onvrede, en dat uiten ze. En daarom lijkt het natuurlijk alsof het heel niet goed gaat met de jeugdzorg. Ik bekijk het even van de afgelopen 10 jaar. Maar gaat het wel of niet goed? Oké, er is net een enquête geweest. Ja. Daar heeft het college, dacht ik vandaag of gisteren, het persbericht over gepubliceerd. En daaruit blijkt dat 1/3 van de mensen ontevreden is. Ja, maar dat meer dan de helft van de mensen langer dan een maand moet wachten op jeugdzorg, doorverwijzen, hulp. Ja. Dat zijn natuurlijk geen goede cijfers. Maar ik heb ook gelezen, corrigeer me als het niet klopt, dat daar niet alle getallen nog in verwerkt waren. Wat ik dus las wat de wethouder gezegd had. Ja, deze enquête ging over 2022. Ah. Er komt er nu eentje aan over 2023. Het is ingewikkeld. In de hoop dat alweer iets beter is dan. Ja. Maar je ziet gewoon wel, en daar ben ik heel blij mee, dat dit college en deze wethouder wel graag... Zeker. Het goed willen doen. En we zijn als Bokstel, en dat wil ik echt even melden, zijn we trots op dat we een sociale gemeente zijn.
Mm-hmm. We hebben een goed armoedenetwerk. We hebben hartjes in de wijk waar ouderen naartoe kunnen. We hebben WOW heet dat tegenwoordig, een actieprogramma voor ouderen. WOWW. Ja. WOWW. Wij vinden het als balans heel belangrijk en een aantal andere partijen gelukkig ook dat we zo sociaal blijven. Ja. En daar hoort de jeugdzorg natuurlijk ook gewoon bij. Zeker. Dus dat moet goed geregeld zijn en het college, deze wethouder, zet daar ook wel stappen in. Zijn mensen nou niet tevreden, want dat wil ik ook even zeggen. Ja. Je kan klachten indienen, je kan je melden bij gemeenteraadsleden, je kan je melden op het spreekuur van de wethouder. Maar heel veel mensen durven dat niet, want die zeggen natuurlijk, ja, dan krijg ik misschien nog minder zorg. Of dan wordt er gekort op wat ik krijg. Omdat ze de stap naar de gemeente moeten zetten die uiteindelijk over geld gaat. Maar die angst hoef je echt niet te hebben. En schakel dan ook weer die stichting mee in die jou kan helpen met je klachten formuleren, kijken hoe het anders kan, et cetera. En stichting mee, waar is die te vinden voor mensen? Dat weet ik uit mijn hoofd. Op de website neem ik aan. Ik weet wel dat de hulp die ze bieden gratis is. Ja, oké. Dan heb ik nog iets. Je hebt jeugdzorg. Ik heb in ieder geval uit de vergadering begrepen van wethouder Desiree van Laarhoven. Ja, er wordt niet over één nacht ijs gegaan. Er zit echt heel veel voorbereiding in. Ik meen dat ze ook in een regionaal overleggen zit. Dus even op zijn Brabants gezegd, het is geen kattenpis. Er komt enorm veel bij kijken. Dus ik kan me zo voorstellen dat het een moeilijk thema is en dat het fijn is dat het zo goed geregeld wordt in Boxen. Nou ja, even nog een keer het beeld. Het is beter geregeld dan het was, maar het kan dus nog beter. Ja. Want dat zeg ik dus net. Ja. Die enquêteresultaten geven aan dat mensen toch best lang moeten wachten. Ja. En daar moet natuurlijk wel iets aan gebeuren. Mm-hmm. Ik heb Stichting Meenet genoemd, maar ik denk ook dat het belangrijk is om te noemen dat je wegwijs hebt. Ja, in Ursula is het. In Ursula. In feite, iedereen die denkt ik heb hulp nodig, kan bij wegwijs terecht. Ja, en sterker nog, ik ga ook nog even een nummer noemen. Mm-hmm. Maar dat is dan meldpunt jeugdzorg. Alleen als er crisis is of spoedvragen, want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè? Als het na kantoortijden is of er is echt iets. Mm-hmm. Heb ik op de website van de gemeente Boksel, we gaan het ook in beeld hieronder zetten, 0411 655 957. En ja, dat is toch wel belangrijk, hè, dat mensen gewoon weten waar kan ik terecht en dat het bereikbaar is en dat het ook de bedoeling is. Ik hop naar Ludo. Ja. Beter anders. Dat is een website. In ieder geval een podcast. Nou, vooral een podcast. Van een podcast. Die website die heb ik wel opgezet, maar daar ben ik nog heb ik opgezet. Daarna ben ik vrij snel opgehouden en ben ik de actie ingegaan naar de podcast. Ja. Ik heb gelezen daar en dat vond ik heel mooi. Een leefbare toekomst vraagt nieuwe wegen. Ja. Waar ik maar kan, draag ik daar van harte aan bij. Nou, ik heb gezien, je maakt podcast. Je bent klimaatburgemeester Breda nog steeds. Nou, top. Een van de vijf, hè? Voor de een van de vijf. Ja. Gaan we het zo meteen over hebben. En je bent de zogenaamde stroomversneller. Ik hou enorm van het woord, maar ik weet niet wat het betekent. Maar het klinkt heel fijn. Ja, nou, dank je. Het is ooit begonnen. Energiearmoede, dat is een begrip waar tegenwoordig iedereen van weet wat het betekent. Maar een jaar of, nou, de eerste keer dat ik het hoorde is denk ik zeven of acht jaar geleden. Toen was het nog een onbekend begrip. Ik dacht zelf als eerste dat gaat over iemand die een beetje lichte lamballen op de bank met een zak chips, zeg maar. Dat bleek toch iets anders te zijn. maar toen hoorde ik dus ook van de energiebank die daar wat aan doet. En op een gegeven moment, ik werkte toen bij een IT-bedrijf en daar hadden we een sponsoractiviteit met klanten en met onze medewerkers, waarbij we geld inzamelden voor een goed doel ver weg van Nederland. Ja. En bij de evaluatie, ik was toen net daar aan boord, en toen kreeg ik de vraag, wat vind je van het goede doel? En ik dacht dat alles bespreekbaar was behalve het goede doel. En toen zei ik, nou, dan weet ik wel een betere. Oh, welke dan? Nou, ik zei, nou, het bestaat nog niet, maar dan moeten we het op gaan zetten. En dat is het dan wat uiteindelijk stroomversnellers.nu is gaan heten. En waar het op neerkomt is dat we, en dus die .nu is belangrijk, want je hebt ook een .nl, er zijn weer andere, en die waren er al. Maar goed, eerst vond ik die punt nu best wel jammer, maar eigenlijk is het achteraf een blessing in disguise geweest. Want met nu geef je ook de urgentie aan, we moeten dit nu op gaan lossen, zeg maar. Dus dat geeft ruimte.
Of urgentie, beter gezegd. En wat we gedaan hebben de afgelopen, of niet de afgelopen 4 jaar, maar 4 jaar lang hebben we sponsorevenementen gedaan. Ook in corona hebben mensen vanuit huis gesport om geld in te zamelen. En van dat geld kochten wij panelen in een panelenveld. Mm-hmm. En dat is de slimmigheid daarin is dat een paneel zichzelf 3 keer terugverdient. Dus elke euro die je daarin steekt, wordt 3 euro of 4 euro, zeg maar. Dus dat is afhankelijk van hoe nieuw de panelen zijn. Ja. Maar daarmee ga je dus via dat zijpaadje kun je 3-4 keer zoveel hulp geven. Mm-hmm. Als je het geld rechtstreeks geeft, dan geef je 1 keer. Dat hebben we afgelopen jaren met gascompensatie gedaan. Dat klinkt heel leuk, maar je lost een probleem voor 1 keer op. Ja. En volgend jaar staat precies hetzelfde probleem aan de deur. Ja. Kan je dezelfde hoeveelheid geld er tegenaan klappen. Dit is veel slimmer, want je krikt de groene opwek op. Mm-hmm. Dus dat is 1. Dus groene winst, meer groene energie. Mm-hmm. En 3-4 keer zoveel kun jij mensen helpen. Ja. Nou. Iets anders. Volgens mij zijn wij in contact gekomen, de omroep, mm-hmm. met jou vanwege een kruiwagentocht. Ja. Ja, daar ben ik geen... Oh, daar ben jij niet bij geweest? Nee, ik heb vandaag een klein stukje... Vanochtend, daarom liep ik langs Lassalle, ben ik met de man in kwestie, Henry Mentink. Ja. Dat is een van de eerste impactondernemers in Nederland geweest. Hij is de oprichter van MyWheels onder andere geweest. Okay. En heeft de Wereldwinkel, als ik het goed heb, opgezet. En nog een aantal dingen. Pionier in Nederland, echt fantastische man. Ook in hoe hij tegen heel veel dingen aankijkt. En 1 jaar of 3 geleden kwam hij tot het inzicht, wat is nou het allerbeste wat we kunnen doen om de aarde te beschermen? Ja. En toen dacht hij, zet hem op de wereld. Ja, goed, ik vond hem zo gaaf. Van UNESCO, ja. Ja. En nou, daar heb ik dus een paar jaar geleden van te horen. Hoorde ik daarvan. Toen heb ik eerste contacten met hem gelegd. Maar ja, hij woont in Varik, ik in Breda. Dus het is niet zo dat je de deur bij elkaar plat loopt. Maar we kennen elkaar een beetje. Maar ik hem veel beter dan hij mij. Ik was gewoon een van de weet ik hoeveel. Toen is hij dus de eerste keer van Varik helemaal met de kruiwagen met aarde naar Parijs gegaan om dit te adresseren bij UNESCO. Kunnen we zien op de omroep? Ik switch even over naar het volgende, want over de podcast Beter Anders heb ik zitten luisteren naar iets heel bijzonders, vond ik. Het was voor mij helemaal nieuw, met Dennis Heijn. Ja. De zoon van. Dat is de verste. Ja. Dat is de verste, die heb ik beluisterd. De zoon van de toenmalig ontvoerd. En vermoorde. En vermoorde Heijn. Ja. En daar praat jij mee, want hij geeft, en dat is ook jouw doel, wat tips en adviezen om bij te kunnen dragen aan een betere. Ja. Ja, ja. Ja, de Beter Anders podcast heeft eigenlijk twee pijlers waar die op staat. De ene is hoe kunnen we beter anders omgaan met de aarde. Ja. En de andere is, dat is een mooie brug naar mijn tafelgenoot, beter anders omgaan met elkaar en dus ook met kinderen. Ja. En 2,5 jaar geleden ben ik gaan sleutelen van, goh, zou ik met die podcast willen doen? Hoe geef ik hem vorm? Welke naam eraan? Enzovoorts. Hè. Ja. Daar moet je beter over nadenken dan ik in eerste instantie dacht. Maar experts zeiden, ja, je moet daar wel... over nadenken. Dus dit zijn de twee pijlers. Ja. De grap is dat ik nu 2 jaar en 45 afleveringen die online staan, ik heb er nog een paar in de kelder liggen klaar, mm-hmm. Dat die overlap zo groot is. En mijn hele gedachte was, ik wil hartverwarmende gesprekken, vol met hoop, maar ook concrete tips waarmee jij en ik morgen of liever nog vandaag aan de slag kunnen gaan. Ja. Want het is leuk om over iets te praten. Maar met doen maak je verschil, zeg ja, maar. Ja, precies. En hoe laagdrempelig, en daarom wil ik vandaag of morgen toepasbaar, laagdrempelige tips, die pakken mensen op. Ja. Als je nu gaat vragen, ga bijvoorbeeld, stop met vliegen, pak voortaan de trein voor het 100-voudige aan kost. Dat doen mensen niet zo snel. Nee. Maar als je hem dichtbij brengt, dan wel. Ja. Een van de opmerkingen die Dennis Heijn maakte, heeft mij persoonlijk geraakt. Ja. Maar iedereen hoort dat anders, hè? Ja. En ik vond dit zo geweldig. Mensen houden zich, bedrijven houden zich te veel bezig met valse noodzakelijkheden. Ah, ik hoopte dat je die er al uit zou halen. Oh, die vind ik zo goed. Die heb ik zelfs, heb ik nog nooit gedaan, maar in de show notes, wat dan een soort technisch termpje is van een verhaaltje erbij. Die volgens mij niemand leest, maar goed, daar ga ik dan toch avonden mee bezig om dat goed neer te zetten. Ja. Die vond ik fantastisch, ja. Ja, even voor Gerlof. Als ik even politiek, hè, niet persoonlijk oppakken. Je weet het nog. Valse noodzakelijkheden. Ik heb sinds dat ik dat gehoord heb, dan denk ik,
ook in politiek zijn wij niet veel te veel bezig met... Ja, maar dit zijn de regels die hebben we afgesproken. Ik wil helemaal niet zeggen dat iedereen tegen alle regels in moet gaan. Want ik denk als iedereen door het rood gaat rijden, dat dat ook niet werkt. Maar is dat ook in de politiek? Ja, dat zeker. Omdat er regels zijn, houden we ons eraan. En dan moet er een nieuwe regel op die regel komen. Maar dan zijn die niet op en die niet blij. Dan komt er weer... Ik word het toch helemaal... Dat leeft toch niet meer? Nee, kijk, waar we in Nederland heel goed in zijn. En dat is landelijk, dat is provinciaal, dat is gemeentelijk. Is dat we voor alles regeltjes bedenken. Ja. En de menselijkheid gaat daarmee dus totaal verloren. Ja. Want als er regeltjes zijn, dan gaan we juridisch naar die regeltjes kijken. En dan kan je nog op verschillende manieren uitleggen. Op letterniveau. Dan komen de rechtszaken uit enzovoort. Terwijl als er geen regeltjes zijn, dan gaan we gewoon bij elkaar zitten. En dan zeggen we, nou, hoe gaan we doen? Mm-hmm. Zo gaan we doen. Dus in die zin zijn, denk ik, alle politieke partijen in Nederland, die roepen steeds minder regels. En toch komen er meer regels bij. En waarom is dat? Ja, waarom is dat? Omdat we allemaal de neiging hebben. Er is een regel, maar er is een situatie die net niet in die regel past. Ja. Dus moeten we op die regel weer een subregeltje maken. En dan moeten we op die subregel weer een subregeltje maken. En dan krijgen we dus uiteindelijk een hele brei aan regels. Mm. Die niemand meer snapt, die niemand meer kent. Nee, precies. En waar niemand zich ook aan houdt, want niemand ziet het nut daarvan. Nee. Ludo, maar Dennis had het daar ook over, hè? Ja. Dus vertel jij eens even nog iets als je wil over die valse noodzakelijkheden, hoe hij dat beschreef. Wat je ervan over... Ja, het is al even geleden dat ik die opname deed. Ik vind het namelijk zo bazaal. Ja, het is een prachtig ja. voorbeeld. Maar eigenlijk het voorbeeld wat je schetst met wetten vind ik fantastisch. Want we barsten van de wetten in dit land. Kijk, een wet... als een wet die vandaag van kracht wordt, die heeft een ontstaansgeschiedenis van meestal jaren terug. Ja, je loopt altijd achter. Je kunt er bijna op vanuit gaan, want als je het vandaag in de wet eindelijk voor elkaar hebt, dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, En nu zitten we in een situatie, de podcast heet Beter Anders, omdat het echt beter anders moet. Als we doorgaan op deze weg, kunnen we gewoon eigenlijk gewoon de kisten klaarzetten. Want dan is de toekomst zwart. Op zijn zachtst gezegd. Dus de kunst is om dingen anders te gaan doen en heel goed te kijken, is het de wet die we nodig hebben? Helpt deze wet om vooruit te gaan of niet? En ik kan, als ik even een kleine knipoog mag maken, ik heb 40 miljard redenen om dingen op een net iets slimmere manier te kunnen gaan doen. 40 miljard voorbeeldjes van 1 euro, die we heel veel beter kunnen besteden, zeg maar. En dan is het maar een fractie daarvan. Ja. Hè? Want als je het dan hebt over mijn gasten, bijna alle gasten in de podcast zijn impactondernemers. Die zijn bezig met een voedselbord, met de biologisch bouw. Een impactondernemer is dat ze echt denken aan impact hebben op... Iemand die ziet, als ik op deze manier doorga, het moet anders. Ja. Simpel gezegd, allemaal ondernemers die het moet anders. En die zien, we moeten meer biologisch, betere voeding. Hè. Binnenkort gaat er eentje over met Tommy Tomato, wat een fantastisch bedrijf is, wat schoollunches van groenten aanbiedt. Fantastisch bedrijf. Dat soort bedrijven die moeten nu via de klassieke weg opbieden tegen de grote. Terwijl als die dingen wat makkelijker wordt gemaakt, zodat zij iets meer voorsprong krijgen of iets minder achterstand krijgen, beter gezet, daar kun je 40 miljard heel veel beter voor benutten, denk ik. Dan bouw je aan een nieuwe wereld. Ja, je bent geboren bokselaar, hè? Ja. We zijn het al. Later gaan wonen, vanaf later 9. Gaan wonen. Ja. 9, dat gevormd. Telt. Ja, precies. Dat telt, dat telt. Kennen jullie elkaar al? Nee. Maar dat kan wel, dat gaat wel. Gaat hij na gebeuren? Ja, precies. Even kijken. We gaan in Boksel vrij groot aan de slag namelijk. En Boksel en Gestel moet ik zeggen, want ze zijn het allebei. Ja. Een van mijn opdrachtgevers. De ambtelijke fusie. Oh. Nee. Dat onderwerp gaan we nu niet... Nee, zo erg. Nee. Het is niet zo erg, maar wij hebben... Wij zijn tegen die ambtelijke samenwerking en we hebben dus nu, vanuit de raad hebben we ook gezegd, gaan onderzoek doen naar hoe we als Bokstel kunnen gaan samenwerken in de regio, even heel breed. Okay. Want je kan ook zeggen, we richten ons op Brainport en we richten ons op ASML, ik noem maar even iets. Of je richt je juist op de kant van Oosterwijk, Tilburg. Wij zitten hier natuurlijk op een soort drielandenpunt. Mm-hmm. En we hebben voor Gestel ooit gekozen. Eigenlijk was de bedoeling natuurlijk Gestel en op een andere gemeente, maar die andere gemeente haakte af. Ja. En wij zijn niet zo heel blij met die ambtelijke samenwerking. Dat wordt een nieuwe uitzending, heel graag, om daar nog eens een onderwerp over te doen. Want ik ga nu graag terug naar... Ja, natuurlijk. Naar, Nou ja,
Ik werk voor 3 dagen in de week, ben ik ingehuurd door buurkracht, zeg maar, en actief om bewonersparticipatie, hè? Dus initiatieven van onderop van de grond te krijgen. Mm. En dat gaat in Boksel en Gestel op een hele mooie schaal gebeuren, zeg maar, om buurten leuker, gezelliger, duurzamer te maken. En heb je het dan ook over waar we al, als het goed is, mee bezig zijn, de tegeltjes wippen of gaat het over... Dat is, als van onderop is, dan is onderop ook degene die het mag bepalen, zeg maar, of daar een grote stem in heeft. Dus daar kan ik nu niet van zeggen, dat gaat er gebeuren. Uiteindelijk zullen we met z'n allen ook op termijn van het gas af moeten gaan en dat zal geheid daarin voorbij komen. Maar het gaat er vooral om teams van bewoners aan de slag te krijgen om een hele buurt in beweging te komen. Daar gaan we mee beginnen. Okay. Ja, ja, en wanneer gaat dat starten? Ik kan niet wachten, maar we zijn onderweg. Ja. Ja, ja, wanneer gaat dat starten ongeveer? Nou, we zijn nu in een soort van vooronderzoek bezig. Oh. Je moet wel kijken, ik vergelijk het altijd met een soort met de Elfstedentocht. Waar is het ijs dik genoeg? We zijn nu aan het kijken wat zijn de beste plekken om te beginnen. En als we die weten, gaan we aan de slag. En dan kan dat weer als mooi voorbeeld voor de rest dienen. En dan gaat het zich verspreiden. Dus natuurlijk de bedoeling. Mijn hoop, en ook wel iets meer dan dat, ik heb het, toen dit, het was begin van het jaar dat dit duidelijk werd dat we het hier zouden gaan doen. Ja, dit is de eerste keer in mijn carrière, ik heb heel veel projecten verkocht ook. Ja. Dit is de eerste keer dat ik echt tranen in mijn ogen had toen ik het hoorde. Ik word nu weer een beetje emotioneel. Waarom? Omdat, kijk, ik ben hier van mijn 9 tot mijn 20 opgegroeid. Mijn moeder woont hier nog, mijn vader ook, maar mijn vader is een beetje in een schemer, Parkinson, met dementie, door gif waarschijnlijk. Maar ik kan straks met mijn moeder door het dorp gaan lopen en zeggen, kijk, daar zijn we bezig, man. En daar zijn we bezig. Ja, dat is prachtig. En daar zijn we bezig. En ik kan met mijn kinderen erbij lopen en zeggen, kijk, dit is papa voor jullie aan het doen. Om te zorgen dat jullie een fatsoenlijke toekomst hebben. Nice. En het gaat niet om mijn kinderen alleen, want ook de... Nou, jullie kinderen, de kinderen van de kijker, dat zijn allemaal, leven allemaal in dezelfde wereld. Zo is dus ja, het. Ik kan niet wachten. Heel mooi. Mag ik iets vragen? Is het dan meer op duurzaamheid gericht of is het meer op de sociale cohesie? Het is beide. Je hebt cohesie nodig, zeg maar, om als buurt aan de slag te gaan. Even uitleggen voor mensen die het woord niet kennen, cohesie. Oh ja, ja. Samenhang, samen dingen doen. Ja, dat is eigenlijk wel erg. Klaarstaan. Ja. Iets voor elkaar over. Medemenselijkheid, wat net genoemd werd, dat is de kern, zeg maar. Als dat begint, hè, dat je een ander niet gunt dat het hem slecht gaat, of dat je een ander dus gunt dat het hem goed gaat, daar begint het mee. En dan krijg je dus veel meer samenhang weer, ga je weer dingen samen doen. En ik denk overigens ook niet alleen tussen bewoners in een buurt, hè, want je ziet ook, zeker ook in duurzaamheids... activiteiten. De consument, verschrikkelijke term is, de consument die wijst naar de overheid. De overheid wijst naar het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wijst naar de consument. Ja, maar... Hou op. Ja. Schouder aan schouder zullen we dit moeten doen. Anders krijgen we het niet voor elkaar. Nou, ik hoop dat we dat voor elkaar gaan krijgen. En ik zou het niks mooier vinden dan Boksel, een gemeente die in het hart van Brabant zit, om hier het te laten beginnen en dan de olievlek. Waarbij we overigens wel natuurlijk... Ja. Bewoners van Boksel, alle bewoners zijn, doen ook best. En Gestel, hè? Nee, maar doen ook al best. Ja, ja, zeker. Laten we dat niet vergeten. Nee, klopt. Maar het is NN. Als ik even 20 jaar terugkijk, batterijen inzamelen, gescheiden afval, katalysator onder de auto, elektrische auto. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd toen. Klopt, al, hè? Klopt, klopt. Zonnepanelen op huizen. En de kunst is dus ook niet om alles het wiel opnieuw uit te vinden, maar gewoon te kijken hoe kun je het stroomlijnen zodat veel meer mensen meegaan. Kijk, en wat jij zegt is waar, hè? Dus er zijn heel veel mensen al vroeg begonnen. Maar dat zijn de pioniers. Ja. Maar je hebt die grote middengroep heb je nodig. Ja. En die taal moet je zien te spreken. Dus die slag is wat we willen gaan maken. Ja, en dat we het gewoon ook allemaal zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld als ik met mijn hond hondjes wandel, dan kan ik die prullen ook oprapen en het plastic. Ja. Hè? En niet wijzen naar een ander van... De gemeente die maakt hier nooit schoon. Ja, hallo, pak het even zelf op. Waarom moet de gemeente altijd alles doen? Ja. En dat moet... Ja, ik heb het idee, maar dan kom ik aan, ik word oud. Vroeger was in onze straat gewoon alles netjes opgeharkt, opgeveegd. En... Ja, maar toen woonde je nog in Boksel, hè? Ja. Oh, in Liem denk ik ook, want anders krijg je problemen. Maar... Joh, je kunt toch ook als je in je straat ziet dat er geschoffeld moet worden, als je het lichamelijk kunt. Ik zeg niet dat we alles moeten onderhouden, maar waarom zou je dat dan niet doen?
Ja. Pak even samen gewoon de verantwoordelijkheid. Ja, maar wat je natuurlijk ziet is dat heel veel mensen in Nederland en dus ook in Boxtel, die willen volledig zelfstandig kunnen beslissen wat ze doen. Tot er iets niet goed gaat, want dan moet de gemeente of de overheid maar oplossen. En ik denk dan, je kan zelf ook wel een aantal dingen natuurlijk gewoon oplossen. En dat is het zwerfvuil en dat is misschien een keer de bermmaai en dat is misschien een keer dat soort praktische dingen. En een keer je buren helpen en niet zeggen, ja, maar er hoort toch de WM of de, hoe heet dat, de thuiszorg hoort daar te komen, maar er is niemand. Je kan zelf ook wel iets doen. Kortom, er is best nog een veel te halen met hele makkelijke dagelijkse dingen die dan zeg maar niet een ommezwaai vragen van, ik ben normaal iemand die zus en zo is, nu moet ik me helemaal gaan veranderen. Nee, het begint dus met de kleine dingen. Ja. Hè, om elkaar heen en dan met elkaar. En de grap is dat met die kleine dingen, weet je, elke kleine verlegging die je doet in je activiteiten, laat je zien dat er nog meer mogelijk is. Ja. Klein stapje weer, voor je het een jaar later. Stap voor stap. Ken je de man van een jaar terug niet meer. En mensen het dan leuk gaan vinden. Ja. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ik kan niet wachten tot het van start gaat. En ja, ondertussen dat is fijn. Zijn we met z'n tweeën nu. Ja, nou, ik denk al drie. Ik kan niet wachten tot dat van start gaat. Wij kunnen allemaal meehelpen. Ik dank jullie enorm voor jullie bijdrage van deze avond. Ik dank jullie hartelijk thuis voor het kijken. En tot een volgende Dommeland Live.